Ja, dit is weer NAC TV bij Breda nu. Als je competitie start verliest met 1-4, dan heet het opeens een valse start. De vraag is, hoe heet het als je trouwens de laatste wedstrijd van de competitie verliest? Wellicht hebben mijn collega's van Breda nu Radio daar een antwoord op. Naar de rechterkant van het veld. De Go Ahead Eagles nog steeds in balbezit. Is het daar de nummer 12, Lars Lamboy, die de bal bij zijn medespeler weet te krijgen. Derren Maats is het. Die de bal dan vervolgens doorspeelt naar Sander Duits. De aanvoerder van Go Ahead, oudspeler ook van RKC bijvoorbeeld, geeft hier dan de voorzet. Komt hij? Ja, of Leon de Kogel laat die jongen niet schieten. En dat doen ze toch. Maar dan hebben we het geluk dat Leon de Kogel naast schiet. Is daar volgens de scheidsrechter Wiedemeijer is daar wel een nakbeen aangeweest. En dat betekent wederom een corner. Ditmaal voor Go Ahead Eagles. En die is dan vanuit ons gezien aan de rechterkant van het veld. En dat levert meteen het eerste gevaar op dus voor Go Ahead. Ja, een gevaarlijke kans daar. Want als je Jelle heb je natuurlijk nog in de goal. Daar hebben we altijd wat geluk mee. Maar Leon de Kogel is ook geen ongevaarlijke man. Scoorde dit seizoen 1 keer vaker dan Stuart Ars. Die staat op 21 doelpunten. En Leon de Kogel inderdaad eentje meer dus op 22 doelpunten. Dat betekent dat hij heus wel weet waar de goal staat. En in zo'n situatie als deze moet je daar dus heel voorzichtig mee omschieten. Go Ahead Eagles heeft dus in principe ook niks meer om te spelen. Maar ja, ze hebben al een keer van NAC gewonnen. Waarom niet 2 keer, zullen ze denken? Denk het wel. De hoekschop wordt genomen door Sander Duits. En het is vrij druk in het NAC-deel, laten we maar zeggen. Sander neemt echt zijn tijd om de bal te nemen. Jelle staat in stelling. Jelle heeft zijn mannen in stelling gebracht. En ja, in mooie vuistslag van Jelle dat bal weg. En daar gaat hij helaas. In de rebound wordt hij gescoord in het doel van Jelle Terouwelaar. 1-0 voor Go Ahead Eagles. Ja, NAC moet zeker nog even goed opletten, want Go Ahead Eagles komen regelmatig, breken die weer uit. Net als nu op dit moment, wordt gelukkig weggewerkt door NAC. Is weer overgenomen door Go Ahead Eagles. Dan gaan we naar nummer 23, neer Joe Nieveld, die hem overneemt. En daar komt weer een aanval van Go Ahead Eagles op het doel van Jelle. En dat wordt afgeslagen door, ja, en daar gaan we, shit, ja, sorry. Wat staan we weer te knullen wat daar, hoor. Wat staan we knullig te spelen. Het is Matko Lazić die de voorzet tegen zijn been aankrijgt. En dan mag je daarin, dat kan, dat is ongelukkig. Maar wat er dan vervolgens gebeurt, hebben we Kenny van der Weg en Luis Pedro die elkaar aanstaan te kijken van, hey, werk jij die bal even weg. Vervolgens doen ze het allebei niet. Ja, en dan heb je Leon de Kogel daar staan. En natuurlijk weet hij wel wat hij met die bal moet. En die krijgt hem op zijn hoofd. Jelle Terouwelaar is kansloos. Die had natuurlijk ook verwacht dat zijn verdedigers daar wat aan zouden doen. Maar dat gebeurt niet. En dus is hij een beetje verrast. Dat kon je ook aan hem zien. Weet even niet wat hij moet doen. Nee. En dat duurt nog geen seconde. Maar het is genoeg voor Leon de Kogel om de 2-0 erin te schieten. En zo zijn we 10 minuten verder na de 1-0. En is het hier 2-0 voor Go Ahead Eagles door Leon de Kogel. En mag NAC zich hier een foutenfestijn aanrekenen in deze eerste minuten. Het is gewoon niet scherp en dat levert je nu 2 tegendoelpunten op. Dan heeft Go Ahead Eagles 9 keer ingeworpen en NAC 16 keer. Ondertussen is Go Ahead Eagles weer aangekomen op de helft van NAC. En wordt daar in het strafschopgebied een speler onderuit gewerkt. Ja, en het is Leon de Kogel die dan profiteert van de onrust. Leon de Kogel die profiteert van de onrust daar in het NAC-gebied. Het is Kenny Thijssen die op de grond ligt. En de bal komt dan voor de voeten van Leon de Kogel terecht. En iedereen lijkt nog een beetje naar de scheidsrechter te kijken van is dit wel of geen penalty. En Leon de Kogel krijgt die bal in de voeten. Die denkt, nou ja, als het niet gefloten wordt, dan ga ik maar schieten. En dat doet hij in de linkerhoek met een draaiende bal. En Terouwelaar stond nog rechts. Dus die is wederom kansloos. Had misschien wat meer kunnen duiken, maar ja, het is een goed schot van Leon de Kogel. Die dus wederom een doelpuntje erbij zet op zijn lijst van doelpunten. Komt daarmee op 24 doelpunten uit. En is daarmee al zo goed als niet meer in te halen door Sjoerd As. Voor de wedstrijd stond hij nog 1 doelpunt erachter. Inmiddels dus 3. Nou ja, Sjoerd, be my guest om er even 4 te maken. Dat kom je toch nog in de top 3 van topscorers terecht. Maar met nog iets meer dan 20 minuten te gaan. Of wat zeg ik, 20 minuten en een paar seconden. Zie ik dat niet meer gebeuren. Inmiddels dus 3-0 voor Go Ahead Eagles. Het doelpunt in de 69e minuut. Van Leon de Kogel. En daarmee is het wel zo'n beetje klaar hier in de Adelaarshorst. Terwijl Go Ahead nog een keertje gaat wisselen. Zeuntje spelen, maar die staat achter hem. En met een speler in je rug is het moeilijk om daar te komen. En dus moet je maar naar Duarte. Duarte dan door naar Van der Weg. Die gaat aan de linkerkant van het veld over de middenlijn heen. Ziet daar onder andere Robinson en Gorter staan. Gorter is degene die de bal krijgt. Een laag speelt in de richting van Van der Weg. Maar er staat weer een verdediger van Go Ahead tussen. Levert geen bal, zit op voor de Eagles. Aan de rechterkant nu Verbeek. Verbeek naar Seuntjes. Kan hij dan iets forceren hier? Misschien.
Hij heeft aan de rechterkant, moet hem even voor zijn rechterbeen krijgen als hij een goede voorzet nog geeft. Dat lukt hem nu. Gaat hij hem over de achterlijn spelen? Nee, krijgt een duwtje mee. Wordt dan niet onderuit gehaald. Bal blijft ook binnen het veld. Dan weggespeeld daardoor de verdediger. Maar komt dan in de voeten van Verbeek. Ja, dan moet je maar een keer schieten. Dat doet hij niet. Hij wacht heel een beetje laf nu dan in de voeten van Verbeek. Van de weg bedoel ik. Ja, en hij schiet hem er nog in ook. Het doelpunt is er. Het doelpunt Kenny van de weg, notabene, die het doelpunt moet maken. Met links schiet hij hem langs de keeper. Het was geen hard schot. Maar ja, Theo Zwartoet was verschalkt met dit schot. Stond op het andere beentje. Zeg je? Die stond op het andere beentje. Die stond op het verkeerde been inderdaad. Ja, dan heb je een klein beetje geluk nodig bij zo'n schot en dan gaat hij erin. Nou, dat is dus nu ook van toepassing en dat levert dus een doelpunt op voor NAC. Het is Kenny van der Weg in de 83ste minuut, krap de 83ste minuut, die hier de 3-1 binnenschiet namens NAC Breda. Het valt me wel op dat er een stukje rustiger in het stadion is en dat nog niet op de bord staat. Maar ja, anderen staan sneller op het bord, zullen we maar zeggen. We gaan verder met Go Ahead Eagles die weer in de aanval gaat. Die bal die draait op niets uit en die komt zo in de handen van Jelle van Douwelaar. En dan gaat NAC gaat weer opbouwen naar een aanval richting het doel van Zwarthoed. Ja, dat doen ze via Verbeek. Via Verbeek inderdaad onder andere. Nu dan Robinson die zijn skills mag laten zien. Mats Seuntjes laat die bal heel slim schieten, want hij stond buitenspel. En dus hoeft hij daar niet aan te komen, want dan word je toch afgefloten. Nu kan het spel nog een beetje door, wordt die bal een beetje onhandig gerold daardoor Zwarthoed. Is het bijna Matić die de bal kan overnemen, terwijl de bal over de zijlijn wordt geschoten. Wordt er zo'n ploffige microfoon wordt nog even omver geschoten. Ja, daar zit je dan, die moet je maar weer eventjes recht zetten. En dat is een beetje het meest spannende wat er daar gebeurde. Inmiddels is het NAC nog steeds in balbezit. Via Oegels Matić naar Duarte, Duarte naar Pedro. En die speelt hem door naar Robinson, die dan wel weer als aanvaller zijnde erg ver naar achter staat. Moet dan maar weer wat meters naar voren maken. Doet dat nu ook, heeft Mats Seuntjes ook bij zich, maar nog geen bal. Nu dan wel, richting Robinson gespeeld, verliest daar het kopduel. Gaat de bal nu weer naar Lazić. Die levert hem dan in bij Pedro. Pedro krijgt de bal dan weer bij Lazić daar voor de voeten. En dus mag NAC een beetje achterin rondpingelen. Wederom Pedro, nu Kenny van de weg. Ja, als je ze toch niet allemaal hebt gehad, dan kun je een beetje rondspelen. Zullen we maar zeggen. Joby Suk inmiddels. Linkerkant gaan we opzoeken. Is het daar Donnie Gorter die dan niet ontsnapt. Terugspeelt naar Suk. Toen gaan we naartoe. Terug naar achter. Luis Pedro heeft dan weer de bal. En moet maar even een plekje gaan zoeken. Blijven we nog steeds een beetje rond die middenlijn zitten. Ja, voor de middenlijnstatistieken is dat interessant, maar verder niet. Joey Suk krijgt de bal dan een beetje wat meer naar voren toegespeeld. Maar verliest daar ook weer de bal aan Sander Duits. Is het inmiddels dus Eagles die in balbezit. Joey Groenbast die de bal daar had. Gespeeld dan naar rechts is het de nummer 77, Elvio van Overbeek die daar in is gekomen. Ja, schiet maar een keer. En hij schiet er ook in, ook met links. Ja, Het is verdedigen van Likmevesje daar. Ze hebben er niet echt zin in meer. En dus mag Elvio van Overbeek hier als invaller ook nog even een doelpunt op zijn naam zetten. En daarmee wordt de tegengoal van NAC alweer een beetje ongedaan gemaakt. Ik bedoel, ja, er staat een 1 op het scorebord. Maar er staat wel een 4 tegenover. En nou ja, als het zo blijft, dan begin je het, of sluit je het seizoen af zoals je het begonnen bent. Met een 4-1 nederlaag. Ja, het lijkt achterin wel een gatenkaas van een goudse kaas. Ja. Het gaat nergens over de verdediging. Helaas moeten we dat constateren hier op de tribune. Terwijl de stadionspeaker van het stadion De Adelhorst in volle vreugde het vierde doelpunt aankondigt. En het bijgeschreven wordt op het hele mooie scorebord van Go Ahead Eagles. Want het is een mooi scorebord. Joey, 4-1 in Deventer. Niet de leukste manier om terug te komen bij je club? Nee, zeker niet. Ik had wel wat iets moois verwacht eigenlijk.
Want Go Ahead Eagles is natuurlijk de club waar je bent opgegroeid. Hoe is het dan om zo'n avond hier terug te zijn? Ja, het is wel een gek gevoel, apart gevoel. Ja, het is voor mij voor het eerst dat ik, op het veld sta hier in een ander shirt. Dus ja, het was wel een apart gevoel. Ze riep op een gegeven moment, Joey, laat je tattoo zien. Heb je dat overwogen? Ja, ik heb het wel vaak gehoord, maar ja, ik ben met de wedstrijd bezig. Het lijkt me te gek en we stonden aardig achter. Dus. Want je bent echt supporter van deze club, neem ik aan. Ja, ik ben hier gewoon opgegroeid, ik ben hier groot geworden en dat spreekt voor zich eigenlijk. Dan de wedstrijd, niet jullie beste wedstrijd van het seizoen, laat ik het maar wat zachtjes zeggen. Nou ja, we waren wel veel in balbezit en we speelden met Vlagen echt goed eigenlijk. En hun speelden echt op de counter ook en leek net of alle voorzetten allemaal gevaarlijk waren en dat ze er ook gewoon invlogen. En bij ons was het gewoon dat wij de kansen gewoon niet afmaken. We hebben genoeg kansen gecreëerd, alleen we waren gewoon niet scherp genoeg voor de goal. Jullie gaan natuurlijk de na-competitie in, eerst tegen Eindhoven. Doet zo'n wedstrijd als deze dan iets slechts met je zelfvertrouwen of maakt het eigenlijk niks uit? Ja, we weten wat we kunnen en we weten waar het vandaag aan lag. En daar moeten we mee verder. En, we weten gewoon hoe goed we ook kunnen voetballen. En wat ik zelf zeg, het kon ook anders lopen als wij gewoon de kans afmaakten. Dan was het ook een hele andere wedstrijd geweest. Nou, je zegt, we weten hoe goed we kunnen voetballen. Dijkhuizen sprak net ook, die zei, we zijn defensief wel kwetsbaar. En dat is wel een gevaar voor de na-competitie, lijkt me. Ja, zeker. Misschien moeten we anders de na-competitie ingaan. Misschien moeten we toch wat meer gaan inzakken en ook meer op de counter gaan spelen. Dus dat kunnen we overwegen. En dan moeten we gewoon, we gaan volgende week op trainingskamp naar Engeland. Dus we hebben nog genoeg tijd om ons klaar te stomen voor de na-competitie. Maar wat defensiever spelen, wat meer op de counter, is dat echt iets wat jullie bespreken in de groep? Tuurlijk. Dat is alles kunnen overwegen. En om te kijken hoe wij het beste naar de kunnen gaan. En we hebben genoeg kwaliteiten en we moeten dat gewoon op de juiste manier gebruiken. In de 61 minuten ging het publiek natuurlijk staan voor Jelle de Rauwelaar. Dat moet jou, los van het feit dat je ploeggenoot van Jelle bent, ook als supporter wel goed doen, neem ik aan. Ja, zeker. Dat is gewoon prachtig wat de sports hier doen. En daar kan je alleen maar volle respect voor hebben. Is dat tekenend voor de sports van Go Ahead? Ja, zeker. Ze komen altijd wel met iets speciaals en dat laten ze nu ook eens zien. Volgend jaar samen in de Eredivisie, denk ik, of niet? Ik hoop het. Dat zou heel mooi zijn. Dankjewel. Marinus, een 4-1 nederlaag in Deventer. Dat lijkt me niet de ideale voorbereiding voor de play-offs. Nee, dat klopt. Dat is vervelend. Ja, vooral ook mentaal gezien is dat vervelend. Het staat lelijk op de Etex. Dus in die zin is het niet prettig. Nee. Maar los van het feit dat het lelijk op de Etex staat, het is ook voor de groep natuurlijk niet fijn om zo na competitie in te gaan. Nee, je hebt ook net gezegd. De kunst is om niet in de war te raken van deze nederlaag. Dat zal ik niet doen. Maar wel kritisch naar kijken wat de fout ging. Wat de fout ging, vond ik, om ons kwetsbaar op de flanken. En duidelijk hebben we, ik heb het niet geteld, maar misschien komen we wel 15 kansen vandaag, zonder te overdrijven. Dus ik heb ze wel geteld. Okay. Je hebt 21 keer geschoten, 11 keer op goal. Ja, oké. Nou, dan komt het denk ik wel aardig in de buurt, 15 kansen. Ja, dat is natuurlijk aan de ene kant een heel mooi aantal. Dus dat betekent dat we heel veel dingen goed gedaan hebben. Positiespel goed, aanvallend goed. Maar ja, moet er wel veel zakelijk voor de goal zijn. Sommige hooi met 2 meter voor de keeper en dan maakt het nog niet. Dat is echt onbegrijpelijk. En dat was eigenlijk thuis is het ook al het geval tegen Eagles. Dus dat betreft ben ik blij dat we hun niet tegenkomen in de na-competitie. Als je naar het hele seizoen kijkt en je kijkt naar de top 7 van de competitie, dan heb je eigenlijk op de wedstrijd tegen Sparta na van alle topploegen verloren. Wat zegt dat over dit NAC? Ja, dat het blijkbaar nog te grillig is. Maar voor mij hebben we ook van bijna alle topploegen ook wel een keer gewonnen. Eagles hebben we inderdaad wel 2 keer verloren. Eindhoven hebben we ook een keertje gewonnen thuis. Volendam hebben we gewonnen. Dus het is niet zo dat het alleen maar nederlaag is. Maar ja, het is te grillig geweest. Daar ben ik wel met je eens. Wat dat betreft staan we daarom derde en niet eerste en niet vijfde. Als ik naar het NAC kijk, dan is het aanvallend lijkt het allemaal prima in orde. Maar op cruciale momenten dan zit het verdedigen niet zo heel goed. Wat neem je daarvan mee voor de na-competitie? Ja, wat ik zei. Van onze kwetsbaar aan de zijkant. We hadden duidelijk een plan, duidelijk aangegeven met beelden en alles en opgetraind. Dat we de vroege voorzet uit moesten halen. Nou, als ik dan de eerste 3 ballen van Wolters vroege voorzet zie geven, dan vind ik dat wel onbegrijpelijk. Dan moet je daar beter in zitten. Kijk, als ik iets niet aangegeven heb en die moeten we verrassen, kun je zeggen, kun je dat nog mijn schuld geven. En dat vind ik wel kwalijk. Dat moet gewoon veel scherper. Dus daarvoor vind ik ons kwetsbaar. Maar ja, dat is ook heel wisselend. Hè. In de ene wedstrijd verdedigen we heel goed. Maar
ja, we kunnen ook zomaar heel kwetsbaar zijn. Dus dat blijft wel heel wisselend daarin. Jij bent natuurlijk hoofdtrainer, dus je zal met een iets ander gevoel naar de nakomtie toe leven dan ik. Ik ben niet heel erg vol vertrouwen op dit moment. Nou, dat is jammer. Niet vol vertrouwen betekent dat er nog wel vertrouwen is, gelukkig. Kijk, weet je, als je alles wint, is het veel lekkerder dan een nakomtie. Ik ben nog steeds overtuigd dat we een goede kans hebben. 50-50 zou ik bijna zeggen. Ik bedoel, Eindhoven is 50-50 wedstrijd. Nou, en dan de finale, kan, als je die wint, ook een even 50-50. Dus het kan wel, absoluut. We kunnen van elke ploeg winnen. Maar ja, het is ook duidelijk dat we ook kwetsbaar zijn en ook verliezen. Dus ik snap het gevoel wel een beetje, ja. Dan eigenlijk het mooiste moment van de wedstrijd. De 61 minuten, het publiek dat opstaat voor de Rauwelaar. Wat doet dat iets met jou als je op de bank zit? Krijg je dat mee? Ja, absoluut. Ik heb ook bijna een minuut meegeklapt. Dat zijn fantastische momenten. Ik vind het een mooi gebaar. Zie maar hoe voetbal, hoe mooi dat is en hoe mooi het publiek het is. Dus wat dat betreft was het een heftig weekje voor Jelle. We zijn ook allemaal geweest van de week. Dus dat betreft heb je gelukkig alle steun gekregen. Dus dit zal hem goed doen. Snap je dat hij nu al zo snel weer wil keepen? Ja, snap ik heel goed. Jelle is echt een liefhebber. Ook een trainingsbeest. Dus die 3-4 dagen achter elkaar niet getraind. Dus hij was echt aan toe om woensdag weer te gaan trainen. En er was ook niks op aan te merken. Dus er was ook geen discussie. Ja, we wou gewoon lekker spelen. Dus weet je, het moeilijkste. Ik ben gelukkig nog niet in die situatie geweest waar hij in terecht is geweest 2 keer. Dus het is moeilijk oordelen. Maar ja, vanuit het liefhebbersgevoel snap ik het heel goed. En kun je nou als team of zo'n ploeg om hem heen ook iets voor hem betekenen op zo'n moment? Of probeer je dat? Ja, zeker. Daarom zijn we van de week ook met z'n allen daarheen gegaan. Allemaal met de bus, allemaal strak in pak. En we stonden daar voor hem. Want ja, de rest van de familie kennen wij niet, maar we stonden daar voor hem. En dat heeft hij ook enorm gewaardeerd. Dus in die zin, dat betekent veel met hem. Je hebt veel contact. Jelle kan er heel goed over praten. Dus dat vind ik wel ook knap. Dat staat daar heel goed in. Dus goed kan over praten, dan maakt het voor ons ook makkelijker. Op zulke momenten lijkt voetbal wat onbelangrijker. Nee, ja, natuurlijk. Dus totaal niet. Hè. We zeggen altijd de belangrijkste bijzaak in het leven, voetbal. En dat is het ook, gelukkig. En dan moet het ook blijven. Maar het is wel in die zin bijzaak. Maar de komende weken is het wel hoofdzaak. Helder. Jelle ter Rauwelaar, persbericht. Je stopt aan het eind van het seizoen, maar waarom maak je dat voor de na-competitie bekend? Er moet toch een moment zijn wanneer je het bekend maakt. En zo voelt het voor mij het allerbeste. Het is eruit. Vandaag kunnen we er nog aandacht aan besteden, misschien morgen nog. En dan moeten we proberen om FC Eindhoven te verslaan. Dus het moment voor mij persoonlijk was goed. Je had een contract, of je hebt een contract tot 2017. Wordt het dan ontbonden en dan een nieuw keeperscontract van gemaakt? Ik weet niet hoe dat zo dat je daar zo een naam aan vast kan plakken. We zijn we hebben een aantal gesprekken gevoerd en we zijn eruit gekomen dat ik nu de komende jaren keeperstrainer word. En meer eigenlijk niet. Ik heb jou wel eens meer geïnterviewd. Topman-trainer Frans Gruber, heb je er nog gesproken van Oost-Rewin om te zeggen, ik stop ermee? Nee, met Frans heb ik geen contact meer. Ik heb met heel veel mensen heb ik gesproken waar ik een goed gevoel bij heb gehad. De een zei van je bent gek en de ander zei van ik denk dat het een goede keuze is. En zo ben ik tot een beslissing gekomen. Er staat een persbericht, Jorge keeperstrainer. Houdt dat in vanaf de allerkleinste jeugd tot en met de selectie of alleen selectie? De invulling moet nog gedaan worden. Maar ik wil zelf ook de jonge keepers wil ik aan het werk zien, omdat ik vind dat daar ook de toekomst ligt. En het zou mooi zijn dat er vanaf de jeugd weer een keeper in de goal staat, wie hier vandaan komt en wie de jeugdopleiding heeft doorlopen. Dat is alleen maar goed voor de club en uiteindelijk ook voor mij. Dat is ook niet interessant te doen. Jij stopt ermee, Noppert stopt ermee, hou je formaat, hou je over. Dus je hebt toch minimaal 2 keepers nodig. Heb je daar een stemmenkapitel of zeg je, moet die technische mensen maar uitzoeken? Ik zou zeggen dat jij het bepaalt. Nee, bij NAC tegenwoordig bepaalt niemand meer iets alleen. En dat doe je met een team. En er staat op dit moment een heel goed team. Met Hans en met Rob en met de trainer, Marinus. En daar ga ik bij horen. En met elkaar ga je keuzes maken. En hopelijk de juiste keuzes voor NAC. Wordt het een Nederlandse keeper of eentje van City? Beide kan een optie zijn. Omdat NAC tegenwoordig een goede band heeft met City. Maar hoe wat dat nog wat ingevuld, dat gaan we over een tijdje beslissen, denk ik. Ik denk dat jij leuk in het rijtje zou kunnen passen. Pim Doesburg, Joop Hiele, Jelle ter Rauwelaar.
allebei een vakidioot op de training? Nou ja, nee, met respect, hè? Vakidioot ben ik zeker, zeker. Omdat ik hou van het spelletje en ik hou van keepen. Maar ik heb wel een bepaalde denkwijze over het invullen van trainingen. Nou, en ik ben een trainingsbeest. En hoe meer energie hoe meer je er gaat voldoen, hoe meer je ervoor terugkrijgt. Dus dat is wel voor mij wel belangrijk. En ook naar de nieuwe keepers toe. En zo dacht Joop ook. Ik heb met Joop samen mogen werken een aantal jaren. En dat beviel uitstekend. Nou, daar pik je wat van op. Nou, met Arno heb ik uitstekend samengewerkt. Daar pik je wat van op. Nou, met Albert heb ik prima samengewerkt. Daar pik je weer wat van op. En ja, zo uiteindelijk kom je tot iets anders. Wat de methode van Jelle is bijvoorbeeld. Een paar maanden had ik je ook al voor de camera. Toen was je nog bezig met de studie afronden. Ook een keeperpro moest je sowieso nog doen. Wanneer rond je dat af? Nou, ik heb nu oefenmeester 3 en die heb ik sowieso afgerond. Met 2 zo goed als zeker afgerond. Dan komt er volgens mij even een rustmoment qua cursus. En dan start de keeperspro volgens mij over een aantal maanden pas weer. Dus ik heb eventjes op dat gebied heb ik even rust. Stop je definitief of zeg je op een gegeven moment, nou, mocht NAC in de problemen komen qua blessures, dat je toch nog een keer invalt? Net zoals Van der Sar heb gedaan bij Noordwijk recentelijk. Ja, maar dat is dan niet bij NAC. Ik zie mij niet zelf bij een andere hoofdklasse keeper, omdat ik daar toevallig een binding mee heb. Stop is voor mij stoppen. Dat lijkt me logisch dat ik niet meer ga keepen. Ga je goed en blijf gezond en succes met je keren. Dankjewel, dank je. Ja, als u nu kijkt, dan zijn de spelers van NAC al onderweg naar de Citizens, oftewel Manchester City. Ja, en ondertussen wordt het trainingsveld nog nat gehouden door Jan Bras. Volgende week zijn ze uiteraard terug dan voor de afsluitende na-competitie. De eerste uitwedstrijd dan tegen FC Eindhoven. Nou, dit was weer NAC TV bij Breda Nu. Bedankt voor het kijken. Graag de volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender.